Dames en heren, in het kader van de Week van de Geschiedenis, het thema is Oost-West, heb ik van de gelegenheid gebruik gemaakt om kanttekeningen te zetten bij het grote decolonisatieonderzoek dat op dit moment gaande is. Eigenlijk wil ik het minder hebben over de geschiedenis die achter ons ligt dan over de geschiedenis die voor ons ligt. Er komt namelijk geschiedschrijving op ons af. En die geschiedschrijving zal een beeld geven van Nederland, van onze cultuur, met name van de geschiedenis in Nederlands-Indië. En die wordt er niet mooier op. Nu is het helemaal niet erg om geschiedenis te herschrijven, dat doen we voortdurend. Maar wat er nu aankomt, dat is een herschrijving van een periode in Nederlands-Indië, die, hoe zal ik het zeggen, in ieder geval omstreden is. Periode omstreden, de geschiedschrijving eromheen omstreden. En waar het accent nu op ligt, dat is het Nederlands militair ingrijpen. De drie instituten zijn op dit moment bezig met een gezamenlijk onderzoek. Het NIMH, dat is het Instituut voor de Krijgsgeschiedenis. Het NIOT, dat naar oorlogsmisdaden en genocides onderzoek doet. En het Koninklijk Instituut Taal en Volkenkunde in Leiden. Drie gerenommeerde instituten. Het begin van dat grote onderzoek is geweest een proefschrift van Remy Limpach. Zwitserse historicus, die heeft een dikke pil geschreven. En dat boek heet De brandende kampongs van generaal Spoor. Dat is een beetje de teneur van het onderzoek, ons inziens. Kampongs, dat zijn uit brandbare materialen opgetrokken eenvoudige huisjes. Je hebt stedelijke kampongs, plattelandskampongs, maar ik zeg het even zo. En die zijn dus door de Nederlandse generaal Spoor in brand geschoten. Dat is de teneur van het boek. Daarmee is meteen gezegd, Nederland heeft oorlogsmisdaden gepleegd in Nederlands Oost-Indië. Het is voor ons, hoe zal ik het zeggen, uitgemaakte zaak wanneer daar onderzoek naar wordt gedaan. Alleen het is heel eenzijdig. Want waarom zat het Nederlandse leger in Nederlands Oost-Indië? Om de Nederlandse burgers te beschermen. Waarom moesten die mensen beschermd worden? Mensen moesten beschermd worden tegen de Indonesiërs. De Indonesiërs die wij nu framen als, of wij niet, maar die worden nu geframed als vrijheidsstrijders. De periode waar ik het over heb, vlak na de Tweede Wereldoorlog in Nederlands Oost-Indië, staat bekend als de Bersiap. Bersiap wil zoveel zeggen als wees paraat, sta klaar. En waarvoor moet je klaarstaan en waarvoor moet je gereed maken? Dat is de vrijheidsstrijd. De Bersiap wordt een tijd bedoeld waarin Nederlanders over de kling werden gejaagd door Indonesische bendes, rampokkers, zowel als milities. En in sommige gevallen zelfs ook Indonesische militairen. En in de ogen van de toenmalige slachtoffers, de mensen die belaagd werden, waren dat criminele bendes die met bamboesperen en kapmessen ongewapende burgers vermoorden. Tientjangen is het begrip uit die tijd, betekende stukjes hakken, liefst bij leven. Dus onze frame van die tijd is een heel andere dan die op dit moment naar voren wordt geschoven. De brandende kampongs. Arme Indonesische bevolking die door het Nederlandse leger wordt beschoten, wie huizen in brand worden gestoken. Dat is de voornaamste kanttekening die wij willen maken.